Vrienden, dit is, kijk eventjes, dit is Sliedrecht. Ja, en het is vandaag de dag dat we, we gaan de winnaars, die gaan lunchen met mij vandaag. Ja, weet je nog, voor 125.000 volgers, toen waren er 3 winnaars en die kunnen vandaag met mij lunchen. Ja, en dat zijn Jeffrey Neutenboom en Jos Koedoder. Ja, ik heb die namen niet verzonnen. Nee. Het zijn echte namen. En die gaan hier eten in dit restaurant. Ja, want de eigenaar hiervan is ook een volger van dit kanaal. En die zei, Harry, ik wil jou graag met die winnaars ontvangen. Nou, is dat even top? Wij gaan hier vandaag dus eten bij de heren van Sliedrecht. Kijk, en hier zijn ze. Ja, hier hebben we, zeg maar. Ik ben Jos uit Enkhuizen. En hier hebben we Jeffrey Neutenboom. Jeffrey Neutenboom uit de Hoek van Holland. Kijk, een trotse winnaar. Een trotse winnaar uit de Hoek van Holland. Ja, volgers. En er zou nog iemand komen, Ellen Bruins. Maar ja, Ellen die had griep, dus ga niet door. Beterschap, Ellen. Als jullie vragen hebben, vrienden, gooi ze op tafel. Dan zou ik dat nu doen als ik jullie was. Contact met Huntelaar. Ja, ik heb nog wel af en toe, ik heb hem nu de laatste tijd niet gesproken. Maar ik ga je wel vertellen dat het een geweldige set is. En ik ga je zeggen waarom. Want Huntelaar die heeft dezelfde drive en dezelfde ambitie als Overmars. En Overmars, het was gewoon, niet qua foto's maken en zo. Hé jongens, dat bedoel ik niet, hè. Maar, die zijn jouw inspiratiebronnen geweest. Mijn inspiratiebron? Ja, vanuit je jeugd. In ieder geval, altijd een voorbeeld als verslaggever was altijd Theo Komen. Die snapte dat je sportverslaggeving ook kon combineren met entertainment. Dus, en hij had het helemaal door. Ja. Nou, dan hebben we nog de klassieker, jongens. Wie gaat het worden? Ajax, Feyenoord? Als het om voetbalwedstrijden gaat, dan gebruik je toch vaak de eieren? Ja. De uitslag te voorspellen? Ja, de eieren. Eitje tik. Wat zeggen die van Ajax, Feyenoord? Ja, ik heb de eitje tik niet gedaan dit keer. Nee, dat is stom. Nee, we kunnen wel twee eieren vragen. Ja. Nou, vrienden, kijk hier. Hey. Ja, het restaurant hier staat voor niks, dus we hebben hier twee eieren. Ja. Ja. Ajax, hier, let op. Ja, daar is die. Ja. Ajax. En we hebben hier Feyenoord, vrienden. Nou, wat denk je, wat gebeurt er? Wat gaat er gebeuren, jongens, hier? Ajax. Ajax, denk jij. Wat denk jij? Ja, ik denk Feyenoord gaat winnen. Jij denkt dat Feyenoord gaat winnen? Vrienden, daar gaan we dan, hè? Ja, de klassieker. Ajax, Feyenoord. Ja, nou, wie gaat dit winnen? Oh, de spanning weer, hè. Nou, zijn jullie ook klaar, heren? Nou, daar gaan we dan, hè. 1, 2. Huppatee. Ho! Feyenoord gaat stuk. Oh, Feyenoord gaat stuk, zeg je dat. Dus Ajax wint, jongens. Ajax wint. De eieren hebben gesproken. Ja, de eieren hebben gesproken. Ja, zo is het, Jos. Ja. De eieren hebben gesproken. Heren, wil je nog iets zeggen tegen de volgers? Jeffrey, wil je nog iets zeggen? Blijf het vooral volgen. Het is een leuk kanaal. Kijk, zie je. En Jos ook nog even? Elke dag volgen en dan mis je niks. Juist. En dan blijf je de hoogte. Zo is het. We gaan even toasten, heren. En dan komt ie. Hop. Proost. Hop. We gaan lekker eten. En we zeggen, dag allemaal. Dag.